Lasse, zondagmiddag 1:30. Vertel het maar. 3 puntjes, hè, gaan we voor, toch? 3 punten? Waar ga je Vitesse op pakken? Waar liggen hun zwakke punten, Lasse? Nou ja, ze zijn als team gewoon, functioneren ze niet goed. Maar als je speler voor speler bekijkt, is het gewoon een heel goed team. Of goede spelers. Maar ik denk vooral toch achterin dat ze toch wat moeite heeft. En dat moeten we goed benutten zondag en een paar erin prikken. Ja, we gaan voor de 3 punten natuurlijk. Moet wel natuurlijk hier thuis tegen Vitesse, rivaal. En daar gaan we alles aan doen. Maar ik ga nog geen voorspellingen zeggen. Hier thuis moet je gewoon winnen en daar gaan we ook 100% voor. Maar zoals jij, ja, Groningen thuis was heel goed. En uit tegen Roda is een puntje genoeg. Het is altijd moeilijke wedstrijden. Dus inderdaad, we hebben vertrouwen. Dus het moet goed komen. We hebben 2 wedstrijden goed resultaat gehaald. Dus we gaan alleen maar met een goed gevoel naar deze wedstrijd toe. Dus dat is alleen maar positief voor ons. Ik bedoel, we zitten goed in het spel nu. En daar willen we nou ook gewoon gebruik van maken. Jij komt toch wel in deze buurt. Wat doet zo'n derby met jou? Hoe is die voorbereiding voor jou? Want dat zal ook anders zijn dan normaal, denk ik. Ja, nou, ik heb echt ongelooflijk veel zin in. Ik bedoel, ik kom in Nijmegen hier, dus ik weet hoe iedereen er naartoe leeft. En ik vind het zelf gewoon heel speciaal om hier te mogen voetballen bij zo'n wedstrijd. En allemaal vrienden van mij, alle supporters hier. Die zeggen ook dingen tegen mij en dat doet je wel wat. En dan wil je alleen maar nog harder werken voor deze mensen allemaal. En dat ga ik ook zeker doen. Zondag 1:30. Zijn jullie er klaar voor? NEC Vitesse? Nou ja, kijk, ik denk van wel. Morgen hebben we een laatste training. En je voelt wel in de groep dat deze wedstrijd leeft. Dus wat dat betreft moeten we er ook voor klaar zijn. Maar merk je het aan in de groep dat de wedstrijd zo leeft? Nou ja, je hebt natuurlijk jongens die het al een keer mee hebben gemaakt. En er is geen één jongen die dat hier kan vergeten. Want de supporters helpen zich elke dag ons wel aan te herinneren. Het is de wedstrijd van het jaar. Toch ook anders. Dus overname van Vitesse, dat speelt een hele grote rol. Merk je dat ook vanuit de supporterskring, dat dat toch een beetje extra druk wordt gelegd bij jullie? Nou ja, kijk, je vertegenwoordigt een club en je speelt voor het volk. En als je de wedstrijd van het jaar speelt, dan kun je alle supporters van NEC geweldige gebaren geven. Nou ja, dan moet je daarvoor gas ook geven aan deze wedstrijd. Jullie doen het erg goed, NEC, de laatste weken. Tof verdienstelijk punt bij Rode JC. Overwinning tegen FC Groningen. Dat vertrouwen moet er toch wel aanwezig zijn, denk ik. Ja, dan heb ik net ook gezegd, vertrouwen is goed. Kijk, speelwijze is goed. Alleen we hadden graag wat meer punten gehad. Als je gewoon ziet dat je de wedstrijd bij wijze van spreken uit bij NAC 3 punten op had geleverd. Dan had je op een hele keurige positie gestaan. En tenslotte gaat het om voetballen. En punten heb je nodig om dat vertrouwen te blijven vasthouden. Neem aan dat je voor aankomende zondag ook wel het nodige materiaal hebt meegenomen. Dat doen we een luchtverfrisser, maar misschien ook wel een andere sportmaaltijd. Nou ja, nu eten ze thuis, dus ik neem aan dat het goed is. En ik neem aan dat we dit ook niet meer meemaken. Heeft wel iets gek, want zo'n wedstrijd kun je eigenlijk daardoor wel verliezen trainen. Als je aangeeft na zo'n wedstrijd 5-6 man wel kan wisselen. Dat moet de tweede helft niet echt lekker voetballen zijn. Denk ik. Ja, maar kijk, dat restaurant waar we hebben gegeten, die schamen zich kapot. En het is gewoon overkomen. Van de andere kant las ik ook dat bij NAC Breda het ook het een en ander aan de hand is geweest. Het gebeurt soms. Het heeft deels met spanningen natuurlijk te maken, deels met eten, met de voedingspatronen en alles. Ja, als je top fit bent, ben je ook heel vaak heel snel bevattelijk voor dit soort dingetjes. En daarom moet je vaak heel goed opletten. En dan ben je bij achteraf toch met een gelijkspel, denk ik. Ja. Achteraf wel. Van tevoren niet. Want mensen die me kennen weten gewoon dat ik elke wedstrijd wil winnen. Aankomende zondag dus. De wedstrijd die gewonnen moet worden. Vanuit supporterskringen, maar ook voor de selectie, denk ik. Jullie hebben de punten eigenlijk toch heel hard nodig. Vitesse, dat nog niet echt een team is. Hoe ga je daar die wedstrijd in? Hoe ga je het doen? Nou ja, kijk, het is best moeilijk. Want het is niet zo dat je tegen Vitesse al heel kunt zeggen, zo spelen ze. Want ze spelen elke keer wat anders. Met andere mensen. Dus tactisch kun je daar wat minder bij. Dat betekent dat nog meer van je eigen spel moet uitkomen. Nou ja, en met een geweldige wedstrijdinstelling moet je daar een goed resultaat gaan halen. Vind je het een lastige ploeg? Ja, omdat ze gewoon onberekenbaar zijn. Ze hebben denk ik ook wel wat zwakkere punten.
Kun je vertellen waar je die vindt? Ik denk nog niet echt, maar... Jawel, maar dat vertel je niet. Dat weet je, dat vertel je intern. En kijk, wat, zoals, dat is iets wat je in de ploeg vertelt en daar houdt. Maar het is niet voor niks dat ze de laatste week ook redelijk wat doelpunten tegen hebben gekregen. Zowel van Utrecht, Roda als van PSV. Al die wedstrijden hebben we gezien. Dus we weten wel wat individuele mensen kunnen. Waar krachten en zwakten liggen van de tegenpartij. Maar dat weten we ook van ons. Nu gaat het erover hoe je dat kunt vertalen naar het veld. Aankomende zondag moet het dus ook gewoon gewonnen worden, zoals in de aangaf. Ik denk niet echt dat het uitmaakt hoe je die wedstrijd wint voor jou. Nee, deze wedstrijd ook voor het publiek denk ik niet. Ik denk dat het publiek alleen maar geniet bij winst. Zijn er nog spelers die ontbreken aankomende zondag? Met name, hoe gaat het met een Rens van Eijden, dat soort jongens, Leroy Jord? Er zijn vier jongens die er niet zijn. Dus Gabor, Leroy, Marco en Rens. De rest is allemaal aanwezig. Leroy Jord gaat het ook niet echt heel erg lekker mee. Dat moet jou toch niet echt, blij maken? Nee. Natuurlijk maak je het niet blij. Je wil graag alle spelers hebben en je wordt er niet vrolijk van. Alleen, ik weet dat de medische staf er alles aan doet. Ik weet dat Leroy er alles aan doet. Ja, het heeft gewoon wat tijd nodig. Nou, dat heb je vaak niet als trainer, want je wil hem heel graag gisteren erbij hebben. Maar dat lukt niet. Nou, ja, dan moet je hopen dat je bij de Graafschap weer erbij is. Succes zondag. We zijn er klaar voor. Ik ook. Dankjewel. Zondag staat er weer op het programma de derby van Gelderland, NEC Vitesse. Nog een 25 kilometer verderop ligt Vitesse uit Arnhem. De wedstrijd die voor NEC supporters absoluut moet worden gewonnen. De zenuwen zitten al bij menig Nijmegenaar al in de keel. Zondag 1:30, NEC Vitesse. Muziek, voetbal en informatie. Informatie. Roodzwartgroen.nl is de perfecte combinatie. Perfecte combinatie.